Hallo kijkers, van Nieuwte, ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Prison Architect. Vanaf 1 ben ik hier volgens mij gebleven, waar we nu in ieder geval een veilige omheining weer om onze. Eigenlijk nog een veilige omheining krijgen, dus dat is helemaal positief aan het gaan. Ja, en dan wil ik deze aflevering, of misschien de volgende, in ieder geval deze cellenblok even uitbreiden. En dan kan ik misschien de volgende keer wel hier weer een cellenblok gaan maken. Waar ik ze dan wel wat meer ruimte wil gaan geven en ook een beetje dat ze ook nog wel naar buiten kunnen kijken. Oh, even zien. Ja, dat weet ik. Mogen we geen 5 sterfgevallen zijn, anders heb ik een probleempje. Maar ja, dat even terzijde. Ik ga nu even in ieder geval proberen om de veilige omheining in ieder geval... nog niet per se aan deze kant van de gevangenis te maken, want ik wil dit natuurlijk ook nog een keer gaan uitbreiden. 67.000, oeh, daar moet ik maar nog geld voor hebben. Maar sowieso nog wel aan deze kant. Om het alvast aan 3 kanten al een beetje veilig te maken. En hoeveel kostte dit ook alweer, de fundering? 19.000. Nou, dat komt eigenlijk al binnenkort aan. Is helemaal toppie. Ja, de gevangenen die zitten echt allemaal hier op een hoopje. Ze moeten echt wel eens binnenkort een celletje krijgen. Ik ga vast gewoon even om. Wat we kunnen doen, ga ik alvast hier een beetje celblokjes maken, denk ik. Deze wil ik dan een beetje uit gaan breiden. Even zien. Ik doe het nog wel eens even richting deze kant, denk ik. Laten we ongeveer 3 ertussen zitten, denk ik. Iets meer naar het zuiden. Hier bijvoorbeeld. We kunnen hier even een aantal cellenblokken kwijt. Dat dit dan ongeveer een celletje wordt. Per keer. Gast! Ze zitten gewoon mensen nu dood te schieten. What the fuck? Dat is niet de bedoeling. Nou, begint al goed. Dit wordt al ongeveer 1 celblok. Kan ik natuurlijk wel wat uitbreiden. Dat ga ik ook denk ik wel gewoon doen. Lijkt me wel verstandig. Zoiets. En wat dan het perfecte ding is, is dat we dan hier een gangetje naar de douche kunnen maken. Ah, oh, dat komt weer niet goed uit.
Nou, ja, we doen het er maar gewoon mee. Dan hebben ze hier in ieder geval de kans om, nou ja, in ieder geval te kunnen douchen. Dus dat betekent wel dat dit gebiedje wel dicht gaat zitten. Wat ik hier dan voor ga gebruiken. Ja, vertel maar. Dat weet ik niet. Wat? Wat? What the fuck? Oh my god. Dat is wat bak. Oh my god. What the fuck? Oké. Dat ga ik dan maar doen, denk ik dan. Nou, ik ga dan gewoon. Oké. Dit had ik niet verwacht, dat ik dan in mijn eigen gevangenis moet gaan stappen. Oh, dat ga ik gewoon doen. Goed dat ik die veilige opmerking maar niet helemaal heb gedaan, want dan kan ik nu heel goed gebruiken. Nou, dan gaan we dit eens een keer doen. Kijken hoe dit gaat. Waarschijnlijk heel makkelijk. Ik heb natuurlijk nog lang niet veilige opmerking om alles heb. Dus ik denk dat dit nogal heel makkelijk gaat worden. Ik denk dat ik gewoon gelijk begin met graven. Af, dan heb je dit. Oh god. Oh, je moet slapen. Oké, dan doe ik dat wel. Nou, dit is ook weer eens heel anders. Mag ik eens slapen? What the fuck? Hoe lang moet ik slapen? Maak die deur open. Ik ga gewoon een gelijke tunnel daar graven. Kijk of dat lukt. Ik weet daarentegen niet als je wordt gepakt als je gepakt wordt met een lepel in je zak of zo. Kun je die hier eigenlijk al vinden of is dat echt in de keuken? Dat is mijn vraag. Gewoon eens even keuken. Oh, nee, dat was niet de bedoeling. Nee, dat is niet de bedoeling. Oh, kut. Nou, in ieder geval een reputatiepunt. Oh, dat klinkt toch goed. Ja, mag er door, thanks. Ik zie een lepel. Wat heb jij dan alweer?
Hè? Wat is dit voor bullshit? Kom hier! Nou, dan kan ik weer even overslaan. Jee. Echt, ik snap gewoon totaal niet waarom ik weer opgepakt was. Ik ben eventjes bezig om een lepeltje te pakken. En dan word ik alweer opgepakt. Why? Wat is hier het probleem van? Ik ga gewoon proberen om weer naar buiten te gaan. Ah nee, dat werkt niet. Ik kan ook niks slaan. Ik ben wel een zware jongen en ik ben redelijk snel zo te zien. Oké, maar ik ga nu deze aflevering in ieder geval afsluiten. Als ik, ja. Ik ga dus de volgende aflevering gewoon proberen om te ontsnappen uit mijn eigen gevangenis. Toch dat eigenlijk helemaal niet dat verwacht. Ik hoop dat ik volgende keer gelijk op mijn kanaal zie. Ik probeer. Later.